tante. Ja. Maar heb je nog een lipstick voor die tijd sinds je hebt? Nee, geen, zeg ik. Nee? Maar was niet normaal. Othman Bakkal had dus geen litteken van de bijt van Luis Suarez. Toch was het bijtincident het gesprek van de dag op de hertgang. Bakkal had na de training weinig zin om erover te praten. Ja, ik heb er verder niets voor over te zeggen. PSV-watcher Frans van der Nieuwenhof praat iedere week voor EDTV na over de wedstrijd. Hij verbaast zich erover hoe spelers elkaar steunen bij incidenten. Wat me opvalt is dat die spelers elkaar onmiddellijk gaan lopen dekken. Dat Bakkal het een beetje relativeert, dat hij zich niet uitspreekt. Alsof het een soort erecode is van, nou, ze bijten, ze schoppen, ze slaan. Maar elkaar, de spelers houden toch elkaar de hand boven het hoofd. Dat vind ik in dit soort gevallen wel, ja, dat vind ik wel een beetje flauw eerlijk gezegd. Want iedereen heeft gezien wat er gebeurd is. Nou ja, Bakkal zegt het ook wel, hè, de beelden spreken voor zich. Maar toch is er een soort erecode van, we dekken elkaar. En ik denk dat in dit geval ook Ajax een goed voorbeeld kan geven door Suarez te straffen. Een uitgelaten stemming was er maandag op de training. De spelers dolden met elkaar en zaterdagnacht kregen ze een warm welkom van de PSV-supporters. Maar is er wel reden voor feest in Eindhoven? Was het eigenlijk een overwinning, die 0-0? Als je Ajax op 6 punten houdt en je loopt uit op Twente, weliswaar 1 puntje, dan kan ik me voorstellen dat de mensen tevreden en gelukkig zijn. Aan de andere kant denk ik dat PSV daar gewoon had moeten winnen. De kansen waren er. Het spel was veel beter dan het van Ajax. En bovendien, PSV heeft nu een marge, hè, op Twente en Ajax van 3 en 6 punten. Maar ik denk dat PSV's moeilijkste periode nog moet komen. Dat is dadelijk als Ibrahim Afellay ontbreekt. Dus dan was een ruimere marge wel welkom geweest, denk ik.